meer de Amsterdam. Daarnaast is hij die stad waar we willen graag meer over horen. Vooral omdat de Orthodoxen nog dichter zitten op de vroege kerk, waar eigenlijk alles begonnen is. Maar daar kunnen we het straks ook nog over hebben. Wat ik alleen maar hiermee mogelijk en aan de gang is. Hij was los waar zijn eigen traditie weer aan het onderzoeken zijn en aan het leren zijn. En nu ook weer de dialoog aangaan met de moderne wereld. Vraag. Zeg, het is onze naam. Maar dat is verder, is het een neutraal op het christendom, hè, zoals we dat nu kunnen zien. Hij begint ook ergens bij een piramide, vertelde hij ons, dat daar een ritueel begrijpt. Ja, maar Grieks was nog veel belangrijker. Maar je had ook nog wel andere talen. In Syrisch drukte je woorden als natuur en persoon weer net anders uit. Dus wat als we nu terug... Dat is duidelijk nog een kenmerk van de Orthodoxen. En het grappige is dat je dus, dat merk je op school soms ook wel aan kinderen. Sommige mensen die zijn tekstdenkers, die denken in tekst. En sommige mensen denken in beelden. Het zijn beelden. Van de dood van de Heer Jezus Christus en de Heer Vader. En u doet geen waarde. Met heel veel bedankt voor uw komst. Dank je wel. في التعاون المشترك بين جامعة أمستردام الحرة وبين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في هولندا والنهاردة عملنا محاضرة قدمها الأستاذ الدكتور ميخائيل بكر عميد معهد الدراسات الآبائية التابع لجامعة أمستردام الحرة كانت المحاضرة عن الكنيسة الأرثوذكسية وعن جذورها وأصولها وعن وجودها في هولندا وعن الواقع اللي احنا عايشين فيه في المجتمع الغربي وحضر معانا مجموعة كبيرة جدا من الكنائس الهولندية من الكاثوليك ومن البروتستانت المحيطين بينا عزمناهم كلهم حضروا معانا وسمعوا حاجة عن تقاليد الكنيسة الأرثوذكسية وقدمنا لهم الكنيسة الأرثوذكسية وخاصة الكنيسة القبطية بصورة جميلة محببة قريبة لقلب وعقول وروحانيات الناس هنا في الغرب وشرحنا لهم تاريخ وجودنا وإزاي يعني الكنيسة انتشرت وتأسست وتقوت ودي خطوة عظيمة جدا بنهدف ان احنا نقدم الكنيسة القبطية للمجتمع الغربي بصورة جميلة. شكرا على تعبكم. شكرا جزيلا. Ik vond het ontzettend interessant. Ik wist heel weinig van met name de orthodoxe stroming binnen onze, binnen de lage landen, hè, binnen Nederland. Daar wist ik heel weinig vanaf. Dus ik ben ontzettend blij dat ik geweest ben. Ik vond het ontzettend interessant. Het werd ook heel goed verteld. En ik had natuurlijk al wel een beetje kennis gemaakt, omdat ik hier wethouder en derde loco ben, burgemeester met de Koptische Kerk. En nu zie ik heel, ja, ook de opkomst, de geschiedenis, verteld wordt wat de verschillende stromingen binnen het christendom zijn, waaronder ook de orthodoxe met een hoofdletter heb ik nu ook geleerd, de orthodoxe. Dus ik mag misschien het verkeerde woord, maar ik heb ontzettend genoten. Ik vond het heel interessant, dank u wel. Ja, weer veel geleerd, hoort er ook een beetje bij, absoluut. Ja. Nou, ik vind het heel bijzonder dat hier in Zeeland, dat hier ook een Koptische kerk is. En voor mij is het ook heel, in heel veel opzichten een thuiskomst. Ook al ben ik zelf priester, ik ken de Koptische kerk toch vrij goed. En als ik nu om mij heen kijk, dan doet het me ook heel erg denken aan de Koptische kerk die ik heel goed ken in Amsterdam. De kerk van Amba Arseni. Dus voor mij is het ook een soort thuiskomst. En ik moet zeggen dat ik erg blij ben dat die kerk, toen die vrijgekomen is, deze prachtige bestemming heeft gekregen.
En ik heb ook al vanaf het eerste moment dat jullie hier waren, ben ik regelmatig hier binnengekomen om eigenlijk het contact te onderhouden. Ik ben verder nauw betrokken bij de Stichting Oude Zeeuwse Kerken. En ik heb over de Koptische Kerk in dat blad heb ik een artikel gepubliceerd. Wat denk ik heel interessant is.